Ik moet proberen een zo groot mogelijke geldbal te krijgen. En wow. Kijk nu hoe groot die geldbal is van die meid Daro. Ik wil ook zo'n grote bal. Alleen om zo'n grote bal te krijgen moet je heel veel geld verzamelen. En dan uiteindelijk kan je op die manier met het geld over het lava lopen. Waarmee je heel veel winst kan verzamelen. Op dit moment heb ik iets van 7500 winst. Wat al best wel veel is. En wat ik daarmee kan. Dan kan ik een auto kopen. En of ja... Dit is niet echt een auto. Maar hiermee kan je dus gewoon wat sneller lopen. Of wat sneller rijden, hoe je het ook wil zien. Waardoor je uiteindelijk nog meer geld kan verzamelen. En uiteindelijk is mijn doel de grootste geldbal krijgen van iedereen. En hierbij die 100.000 zien te komen. 100.000 stuts. Oké, dat zijn er echt heel erg veel. Met het geld wat ik nu heb verzameld, kom ik... Eens even kijken. Ik kom niet eens bij 1000 stuts. Moet je nagaan hoeveel dat is. Maar er zijn een paar dingen die je kunnen helpen. Achter mij zie je namelijk een pet hangen. En ik kan meerdere pets kopen. Alleen, deze kost 10.000. Oké, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon nog even lekker wat geld verzamelen. Totdat ik... totdat ik best wel gewoon een grote geldbal heb. En dan denk ik dat ik gewoon zo'n huisje ga kopen van 10.000 winst. Ik denk dat dat wel slim is om te doen. En oh, er ligt daar een ster. Wat krijg ik van die ster? Oh, daar krijg ik heel veel geld van volgens mij. Let's go, geef me nog een ster. Dankjewel. En we gaan er weer vandoor. Mijn record is nu 800 stuts. Ik ga eens even kijken of ik het voor elkaar kan krijgen. Of ik voorbij de 1000 kom. Ja, ik ben voorbij de 1000 stuts. Oh, je kan ook sturen. Dat wist ik helemaal niet. 1600 stuts. Oftewel 1600 winst. Nou, dat is echt nog veel te weinig. Ik heb in totaal 10.000 winst nodig. Dus ik moet nog meer geld verzamelen. Dus kom maar hier met al die geldzakjes. Dankjewel. En kijk. Hier liggen er heel veel bij elkaar. Hoppakee. Hier in het midden liggen er ook heel veel. Blijf van mijn geld af. En we gaan weer op het lava. En dan ga ik daarna gewoon een pet kopen. En ondertussen zie ik hier trouwens cadeautjes. Wat is dit? 50 snelheid. En 5000 winst kan ik hier gewoon claimen. Oké, dat gaan we natuurlijk even doen. Let's go. En ik heb 15.000 winst. Kan ik dat niet dan meteen... Dit eitje kopen. Die kost 150.000 winst. Dat is wel heel duur. En deze kost 35.000 winst. Nou, dan moet ik deze maar openen. En wat ga ik krijgen alsjeblieft? Wat goeds? Nee, die ik nu heb gekregen is slecht. Dan krijg ik plus 500% geld erbij. Oké, dat is wel fijn. Weet je wat? Ik open hier nog even een wat goedkoper eitje. En geef me wat goeds. Dan krijg ik een common. Maar die gaan we ook meteen even aanzetten. En dan hebben we nu 3 pets. En hoeveel geld krijg ik nu erbij? Nu gaat het geld al best wel snel. En dat betekent dat ik ook een veel grotere geldbal kan krijgen. Wow. Kijk eens even hoe groot mijn geldbal op dit moment al begint te worden. Ik ga gewoon kijken of we stutsen kan halen als ik $1000 heb. Oké, geef me even al dat geld. Oké, we hebben $1000. Hoe ver kan ik nu gaan komen? Ik ga het even kijken. Zo, daar gaan we. En het duurt oprecht wel echt heel erg lang voordat ik er eindelijk ben. Dus ondertussen ga ik even auto's shoppen. Wat voor auto's heb je allemaal? Deze geeft plus 20 snelheid, dus ik moet nog sneller zijn. Deze geeft plus... Oh! Huh? Hoeveel stuts had ik nou? Ik weet het niet. Volgens mij is het zo'n 2000. Maar ik denk dat het slim is dat ik een nieuwe auto koop. Laten we gaan voor de... Plus 35 snelheid. Of ik... Eigenlijk moet ik sparen voor de politiewagen. Ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Ik ga gewoon heel veel geld verzamelen. En dan ga ik sparen voor de politieauto. Alleen eens even kijken. We gaan naar de winkel toe. Wat kan ik hier allemaal kopen? Ik kan hier verschillende pets kopen. Dat kan ik doen. En ik kan hier 2 keer geld kopen. Oh, dat wil ik. Ik wil 2 keer zoveel geld. Let's go. En weet je wat ik ook wil? Ik wil gewoon een VIP worden. Kijk. Als ik namelijk in de VIP-ruimte ben, kan ik veel meer geld krijgen. Kijk, dan gaan de deuren open. Wat, de deuren gaan... Oh ja, de deuren zijn open. En nu kan ik echt een gigantische geldbal krijgen. Kijk dan, ik zit nu al gewoon op meer dan 1000 euro. Kijk dan, dit is toch veel leuker dan een normale ruimte. Ja, mevrouw, jij kan daar niet komen, hè? Ik lekker wel. Oh, hier kan ik zoveel geld verdienen. Ik heb nu al echt een hele grote geldbal. Hier ben ik wel blij mee. Eens eventjes kijken hoeveel winst ik daarvan kan krijgen. Oké, mijn geldbal is bijna op en ik heb... 5000 winst erbij. Oké, dat betekent dat ik nu een nieuwe auto kan kopen. Ik wil de politieauto. En die gaan we natuurlijk meteen gebruiken. Let's go, dan ben ik nog sneller. En ik heb weer een cadeautje gekregen. We hebben een pet gekregen. Maar wat voor pet is dit? Oeh, plus 300%. Die is best wel goed. Oké, die gaan we gebruiken. Let's go. Hoeveel euro krijg ik nu erbij? Ik krijg zoveel geld nu erbij. Oké, ik ga gewoon weer heel veel geld verzamelen. Want ik wil namelijk de allergrootste geldbal van iedereen. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga ervoor zorgen dat ik 10
5000 euro heb. En dan ga ik gewoon weer op het lava. En dan ga ik kijken hoe ver ik kan komen. Kijk dan hoe snel het gaat. Ik zit nu al gewoon op 5000 euro. En we zitten alweer bijna op 8000 euro. Dit gaat zo snel. En ik denk als ik hier doorheen ga, zo heb ik 10.000 euro. Ik heb zelfs al bijna 11.000 euro. Oké, we gaan ervoor. Let's go! En het zou zo mooi zijn als ik voorbij de 10.000 hier kom, hè. En dat gaat me trouwens echt makkelijk lukken, denk ik. Kijk, ik ben nu gewoon al voorbij de 10.000. En ik heb nog best wel wat geld in mijn bal zitten. En het is op hoeveel stuts? 13.000 stuts bijna. En ik heb 14.000 winst. Oké, ik ga dit nog even twee keer doen. Want ik wil namelijk dit ei kunnen kopen. Alleen die kost 35.000 winst. Oh mijn god, kijk dan hoe groot mijn geldbal is. Ik heb gewoon 20.000 euro verzameld en we gaan weer lekker over het lava. En kijk dan ook hoe snel dit gaat. Ik sta gewoon al eerste van iedereen in de lobby. Oké, mijn doel is om uiteindelijk bij die 100.000 te komen. Dus dan heb ik sowieso echt nog heel veel meer geld nodig. Maar ik ben wel al voorbij de 20.000 en dat is ook weer een nieuw record. 21.000 stuts en ik heb 35.000 winst. Dus dat betekent dat ik deze kan gaan kopen en we krijgen een rare. Dat is niet heel goed. Oké, hoe goed is deze pet? Plus 700%. Ja, die gaan we aanzetten. En hoeveel geld krijg ik nu? Wow. Oké, nu gaat het oprecht al helemaal snel. Kijk dan hoe snel ik gewoon geld erbij krijg. Dit is niet normaal. Ik zit alweer bijna op 5000 euro. Oké, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon zoveel geld verzamelen. Totdat ik 50.000 euro heb. En dan ga ik kijken hoe ver ik kom. Oké, let's go. Ik zit op 50.000. En ik heb een cadeautje. Dan krijgen we... Oh, krijgen we nog eens 5000 erbij. 55.000. Oké, en hoe ver ga ik komen? Mijn record is volgens mij 20.000. Oh mijn god. Ik ben nu al voorbij mijn record. Dit is echt niet normaal. Oké, we zitten op 30.000, 40.000. Oké, ik zit over de 50.000. Dat betekent dat ik letterlijk gewoon over de helft zit. Oh, oké, die 100.000 ga ik halen. En kijk dan hoeveel stuts ik erbij heb gekregen. Oh mijn god, oké. Kan ik daar wat mee kopen? Kan ik daar misschien... Nee, ik heb nog iets meer nodig. Want bij 70.000 kan ik een nieuwe auto kopen. Maar wat ik wel kan kopen zijn nieuwe pets. Dus dat ga ik sowieso doen. Een uncommon, die wil ik niet. Geef me nog een betere pet. We krijgen een common. Geef me gewoon een beetje geluk. Kom op, geef me wat leuks. Weer een common. Oh. We hebben echt hele slechte pets gekregen. We moeten even de beste selecteren. Deze, deze, deze en deze. En de rest zijn gewoon echt heel erg slecht. Een status van evalueren. Kan ik dat doen? Wat gebeurt er? Ik snap het niet. Weet je wat? Ik ga gewoon weer even geld verzamelen. Of nee, trouwens. Ik ben echt heel dom. Want ik had namelijk dit ei moeten kopen in plaats van die goedkope. Oh. Nu heb ik weer 35.000 winst nodig. Oké, dit was oprecht echt heel erg dom van mij. Sorry. Nu moet ik gewoon weer even wat geld verzamelen. En ervoor zorgen dat ik 35.000 winst heb. Want dan kan ik misschien een beter ei kopen. Want uiteindelijk moet ik wel gewoon bij die 100.000 winst zien te komen. Want dat is namelijk het doel. Want dan heb ik de grootste geldbal voor iedereen. Oké, ik zit weer op 10.000. We gaan gewoon weer even lekker op het lava. Ik weet het, eigenlijk moet ik nog veel meer geld verzamelen. Maar dat doe ik een andere keer wel. Eerst wil ik gewoon eventjes wat winst weer erbij hebben. Oké, let's go. Hoeveel winst hebben we erbij? 13.000. Dat betekent dat ik nu eindelijk wel het goede eitje kan kopen. En wat krijgen we? Een uncommon. Nee, ik krijg alleen maar echt hele slechte. Oké, deze doen we weg. Deze doen we aan. En hoeveel geld krijg ik er nu bij? Ik krijg echt weer heel veel geld. Oké, weet je wat ik gewoon denk ik ga doen? Ik denk dat ik nu voor 60.000 ga... Nee. Ik moet meer eieren hebben. Ik moet meer betere eieren kunnen openen. Dus ik denk dat ik gewoon nu even voor 20.000 euro ga. Dan ga ik gewoon weer op het lava en dan ga ik nog een pet kopen. Want ik moet zoveel mogelijk goede pets hebben. Want op die manier kan ik veel makkelijker snel geld krijgen. En dan kan ik richting die 100.000 stuts. Oké, we hebben 20.000. Ik ga gewoon weer het lava op. Daar gaan we. Let's go! En we zijn voorbij de 20.000 stuts. En hoeveel winst krijgen we erbij? 21.000. Oké, top. Dat is alleen een beetje weinig, want ik heb nog meer nodig om dat ei te kunnen kopen. Dus ik moet nog een keer 20.000 euro verzamelen. Echt, hoe duur is dit wel niet? Weet je hoeveel geld ik letterlijk de hele tijd gewoon aan het verzamelen ben? Oh, en eigenlijk moet ik gewoon sparen voor 75.000. Want dan krijg ik een snellere auto. Dat is ook wel handig. Want hoe sneller de auto is, hoe makkelijker ik natuurlijk al dat geld kan verzamelen. Oké, ik heb 10.000 euro. Ik denk dat dat wel even genoeg is. We gaan ervoor. Waar? Het werkt niet. Ik moet wachten, want volgens mij krijg ik extra geld elk moment. Wat gaat er gebeuren? Ik weet niet. Oh, ik kan weer. Doei! En kijk dan linksonder hoeveel sneller ik ben dan de rest. Dit is toch gewoon leuk? Kijk, ik ga zelfs nog even naar links en naar rechts. Oehoe.
En weer voorbij de 10.000 studs. En geef me even wat geld. Let's go. En dan kan ik weer even een eitje kopen. Geef me alsjeblieft even een zeldzaam... Nee, een common. Oh, die common eieren, die zijn slecht. Daar heb ik toch helemaal niks aan. Oké, ik ben er klaar mee. Net had ik 50.000 euro verzameld. Nu ga ik 60.000 euro verzamelen. En dan ga ik kijken hoe ver ik kan komen. Want ik wil weer een nieuw record verbreken. Oké, het is me gelukt. Ik heb 60.000 euro. 63.000 euro om precies te zijn. En hoe ver ga ik komen? Ik ga het zien. Mijn record was 57.000. Dus ik moet sowieso verder komen dan 60.000. Dat kan niet anders. Oké, eens even kijken. We zijn voorbij de 50.000. En we zijn voorbij de 60.000. En niet voorbij de 70.000. Wow, kijk dan hoeveel winst ik erbij heb gekregen. Oh mijn god, ik heb alleen nog iets meer nodig. Oh, wacht. Ik ga weer even hier op het lava. Want als ik iets meer heb, dan kan ik namelijk een nieuwe auto kopen. Oké, hoeveel krijg ik er nu bij? 1400. Kijk. Nu kan ik deze auto kopen. Kijk dan. Oh, moet ik er wel aanzetten? Kijk dan. Let's go. Oeh, deze is echt heel snel. Oké, dit komt perfect uit. En ik wil eigenlijk ook wel heel graag dit ei openen. Die kost 150.000 winst. Oké, dat betekent dat ik... hoeveel snelheid moet ik dan hebben? Ik weet het niet. Ik ga gewoon zorgen dat ik 100.000 snelheid heb. Of 100.000 euro natuurlijk. En dan kan ik kijken hoe ver ik kan komen. Oh, dit is zoveel werk. Maar het is zo leuk om te doen. Oh, dit heeft zo lang geduurd. Maar we hebben 100.000 euro. Of daar bijna. Nu hebben we dat. En wow. Kijk dit hoe snel ik ga. Oh mijn god. Ga me nou niet zeggen dat ik nu al de 100.000 ga. Ik ga het halen. Ik ga de 100.000 halen. Ik ga letterlijk de 100.000 halen. Ik heb de 100.000 studs gehaald. Wat? Oké, dit had ik oprecht niet verwacht. En ik heb ook een cadeautje. En ik heb 200.000 wins. Oké, weet je wat? Daarmee ga ik even dit eitje openen. En ik krijg een comment. Ik heb zoveel pech. Maar dan krijg ik keer 900% geld erbij. Let's go. Oké, we gaan even al mijn pets aanzetten. En hoe snel gaat dat geld nu wel niet? Wow. Oké, dit gaat echt heel erg snel. Dit is niet normaal. Maar ik moet zeggen, ik heb het einde al gehaald. Dus het is helemaal niet eens meer nodig. Let's go.